Hallo, welkom bij een nieuwe video. Beveiligingscamera's leggen vaak onverwachte gebeurtenissen vast. In de video van vandaag duiken we in enkele van de meest fascinerende beelden die over de hele wereld zijn opgenomen. Ben je nieuw op dit kanaal, zorg ervoor dat je abonneert en op de meldingsbel klikt. En voordat we beginnen, geef ook een like aan de video. Yeah! 10. Geest die wachters wakker houdt. Een CCTV-opname heeft een verwarrende en griezelige gebeurtenis vastgelegd waarbij een beveiligingsbeambte lijkt te interageren met een onzichtbare entiteit. In de video zit een vermoeide bewaker op een plastic stoel en lijkt op het punt te staan in slaap te vallen. De beelden nemen echter een bizarre wending wanneer het lijkt alsof iets of iemand met hem bezig is. Wat opvalt is dat de bewaker lijkt te worden geraakt door twee glazen die ogenschijnlijk uit het niets komen, waardoor hij plotseling opstaat. Ondanks dat hij alleen in het videoframe is, heeft deze plotselinge actie kijkers in verwarring gebracht, omdat er geen zichtbare verklaring is voor de beweging van de glazen. Na deze ongebruikelijke gebeurtenis onderzoekt de bewaker, maar vindt niemand aanwezig. Terwijl hij terugkeert naar zijn stoel, ontvouwt zich een andere onverwachte gebeurtenis. Iets dat lijkt op een kleine deken of handdoek wordt schijnbaar van boven naar hem gegooid, wat een nog meer mysterieuze situatie creëert. 9. Achtervolging door een leeuw. Een zwerfhond in een Indiaas dorp vertoonde een onverwachte daad van heldenmoed door een kudde runderen weg te leiden van een naderende leeuw. Dit opmerkelijke evenement vond plaats in de buurt van het Gir National Park in Gujarat, een gebied waar leeuw-menselijke interacties relatief vaak voorkomen. Terwijl het binnendringen van leeuwen in menselijke nederzettingen en het jagen op vee niet ongebruikelijk is, is het buitengewoon om een zwerfhond actief runderen te zien beschermen tegen een leeuw. De beelden tonen een angstige groep runderen die langs een dorpsweg rennen, dicht achtervolgd door een vastberaden zwerfhond. Het aanhoudende geblaf en de assertieve houding van de hond lijken de bewegingen van de runderen te sturen. Terwijl de hond zijn waakzame houding behoudt, verschijnt er een ongeïdentificeerde figuur uit de schaduwen. Verrassend genoeg verandert de hond van koers als de onbekende figuur nadert, blijft blaffen terwijl hij naar de tegenovergestelde kant beweegt. Plotseling komt er een leeuw tevoorschijn uit het duister en blijft de runderen achtervolgen. De acties van de zwerfhond lijken de runderen weg te leiden van de achtervolgende leeuw. 8. Politie betrapt geest op beveiligingscamera. Bewakingscamera's in een gevangenis in New Mexico hebben merkwaardige beelden vastgelegd waarvan sommige politieagenten geloven dat ze bewijs zijn van geesten. Agent Carl Romero had een angstaanjagende ontmoeting terwijl hij 's nachts de bewakingscamera's in de gaten hield. Hij zag een figuur bewegen in een beveiligd gebied en dacht aanvankelijk dat het een insect zou kunnen zijn. Maar bij nader onderzoek merkte hij opvallende mensenachtige benen op, zij het niet lijken op een echte mens. Agent Romero beschreef het als een spookachtige aanwezigheid. Na het incident aan zijn superieuren te hebben gemeld, leverde een inspectie van het gebied geen tastbaar bewijs op. Detectives benadrukten dat het beveiligde gebied niet kon worden betreden zonder alarmen en poorten te activeren, wat de waarneming nog raadselachtiger maakte. De video toonde de mysterieuze figuur die door de oude transportkooien navigeerde, wat vragen opriep over de oorsprong en aard ervan. Andere agenten op het politiebureau deelden ook verhalen over onverklaarde gebeurtenissen, zoals het horen van vreemde geluiden of het waarnemen van een onzichtbare aanwezigheid. 7. Ze installeert camera's in haar garage. Dit jongetje, Josh Bro uit Louisiana, trok de aandacht na een hartverwarmend incident dat werd vastgelegd op bewakingsvideo. De beelden tonen hem terwijl hij stiekem de garage van de buren binnensloop om een hond een knuffel te geven. De 9-jarige miste zijn eigen hond die 2 jaar eerder was overleden. En dit ontroerende gebaar toonde zijn liefde voor harige metgezellen. Maar Josh's verlangen naar een eigen hond is vervuld. Zijn moeder verraste hem met een zwarte labrador puppy genaamd Drake. De jongen stelde zijn nieuwe huisdier met trots voor en deelde dat Drake nu zijn trouwe metgezel is. De oorspronkelijke video van Josh's genegenheid voor de hond van de buren liet de emotionele band tussen mensen en dieren zien. Met zijn eigen puppy nu aan zijn zijde is het verhaal van Josh rond, wat de kracht van mede-ogen en de speciale band tussen een kind en zijn huisdier illustreert. 6. Winkeldief opgesloten in winkel in Lauderdale Lakes. Een man, naar verluidt een winkeldief, raakte opgesloten in een winkel nadat hij had geprobeerd kleding te stelen uit de Rainbow Winkel aan State Road 7 en Oakland Park Boulevard. De bewakingsbeelden tonen de man met een verzameling kleding in zijn armen, duidelijk gefrustreerd terwijl hij probeert de gesloten voordeur van de winkel te openen. Zijn pogingen escaleren tot hij de deur probeert in te trappen om naar buiten te komen. Uiteindelijk slaagt hij erin de deur te ontgrendelen, maar voordat hij vertrok, duwde hij een medewerker met kracht op de grond. De medewerker vertelde het verhaal en legde uit dat haar vermoedens werden gewekt toen de man een aanzienlijke hoeveelheid kleding verzamelde en weigerde naar de kassa te gaan om te betalen. Als voorzorgsmaatregel vergrendelden ze de voordeur, wat leidde tot de geïrriteerde reactie van de man.
Na met meer gestolen kleding de winkel met geweld te hebben verlaten, vluchtte de winkeldief in een wachtende rode pick-up truck. 5. Tornado. Een recente video uit West Liberty, Kentucky, heeft de ongelooflijke vernietigende kracht van een tornado vastgelegd via beveiligingscamera's. De beelden onthullen het angstaanjagende tafereel toen een tornado het gebied trof en aanzienlijke schade veroorzaakte. De video werd opgenomen door bewakingscamera's bij een apotheek en biedt een eerste blik op de impact van de tornado. In de beelden is te zien hoe de tornado een heel dak van een gebouw optilt, wat de immense kracht van de winden illustreert. De tornado draait vervolgens en voert de structuur weg, het puin achterlatend in zijn spoor. Even later lijkt een ander gebouw te exploderen, waarbij bouwmaterialen alle kanten op worden geslingerd. De video toont verder de verwoestende effecten van de tornado, waaronder het ontwortelen van een boom, auto's die worden verplaatst door de kracht van de wind en een chaotische werveling van puin die de lucht vult. 4. Betonnen voetpad stort in. Een recente CCTV-video heeft een dramatisch incident vastgelegd waarbij een man ternauwernood aan een potentieel ongeluk ontsnapte. De beelden tonen de man die ontspannen richting een winkel op de stoep loopt. Maar als hij over het betonnen oppervlak stapt, bezwijkt het. En er ontstaat een gapend gat dat naar het riool eronder leidt. Het gelukkige ontsnappen van de man is zichtbaar als hij op tijd achteruit stapt om niet in de opening te vallen. De plotselinge gebeurtenis is te zien aan de geschrokken uitdrukking op het gezicht van de man na deze bijna misser. De video dient als een krachtige herinnering aan hoe onvoorziene gebeurtenissen zelfs in een ogenschijnlijk alledaagse situatie kunnen plaatsvinden. Dergelijke beelden kunnen helpen bij het onderzoeken van de oorzaken achter incidenten als deze, het waarborgen van de openbare veiligheid en het vergroten van het bewustzijn over mogelijke gevaren. 3. Man dringt 's nachts het Sydney Museum binnen. In het Australian Museum in het centrum van Sydney deed zich een verrassend incident voor dat werd vastgelegd door bewakingscamera's. Een man zou tijdens de vroege uren het museum zijn binnengedrongen. De beveiligingsbeelden tonen hem ongeveer 40 minuten door de gangen van het museum dwalen. Tijdens zijn ongeautoriseerde bezoek interacteerde de man met verschillende tentoonstellingen en maakte zelfs selfies met hen, waaronder poseren naast het skelet van een T-Rex-dinosaurus. Hij werd ook gezien terwijl hij een bruine cowboyhoed meenam, waarvan wordt aangenomen dat deze toebehoorde aan een medewerker. Na zijn eigenaardige rondleiding door het museum verliet de man het gebouw. Op de beelden was te zien dat hij op een onconventionele manier met de tentoonstelling omging. Zelfs zijn hoofd in de kaken van het T-Rex-skelet stak voor een foto. De politie werd vervolgens op de indringer geattenteerd en arresteerde de 25-jarige verdachte op beschuldiging van inbraak. 2. Raadselachtig circulair gat in de lucht. UFO-enthousiastelingen werden geïntrigeerd door een opmerkelijk gezicht in de lucht boven de Verenigde Arabische Emiraten. Een mysterieus en groot draaikolkgat verscheen plotseling in de wolkendekking boven de stad Al Ain. Deze ongebruikelijke cirkelvormige opening in de lucht liet zonlicht de woestijn instromen terwijl de rest van de lucht bewolkt bleef. Het fenomeen, bekend als een Fallstreak Hole of gat in de wolk, werd vastgelegd in een video die werd gedeeld door astronoom en meteoroloog Ebrahim Al-Jarwan op Twitter. De verbeelding van het publiek werd geprikkeld, waarbij sommige extraterrestriale betrokkenheid suggereerden en de aanblik vergeleken met een steen die door God in een meer was gegooid. Meteorologen boden echter een wetenschappelijke verklaring voor het fenomeen. Ze verduidelijkten dat deze formaties meestal voorkomen in wolken die bestaan uit onderkoelde waterdruppels, water onder het vriespunt, maar nog niet bevroren. Wanneer een vliegtuig door deze wolklaag beweegt, verandert de luchtdruk, waardoor de onderkoelde druppels bevriezen tot ijskristallen die vervolgens in een kenmerkend patroon uit de wolk vallen. 1. Spookmeisje. Een woonwijk in de buurt van Austin, Texas, ervoer een gevoel van ongemak tijdens het vakantieweekend vanwege een verontrustend incident dat werd vastgelegd op een huisbeveiligingscamera. De bewakingsbeelden van een man leken griezelige beelden te tonen die aanvankelijk leidden tot speculaties over de aanwezigheid van een spookmeisje. De video, genomen rond 2 uur 's nachts, trok de aandacht van bewoners toen een figuur die leek op een jong meisje bij de deur van de man verscheen. In verwarring gebracht door het onverwachte verschijnen en het gezicht van de persoon niet herkennend, bleef de man gefascineerd en bezorgd over de omstandigheden. De term spookmeisje verspreidde zich snel onder de buren en wekte nieuwsgierigheid en een vleugje bezorgdheid op. Politieinterventie wierp echter licht op de situatie en ontrafelde het mysterie achter het angstaanjagende voorval. Het bleek dat de vrouw in de buurt was gecrashed met haar auto en op het terrein van de man was beland. Gelukkig is ze veilig thuisgekomen. Welke video vond jij het meest interessant? Laat het ons weten in de reacties. Als je de video leuk vond, geef dan een duim omhoog. Als je meer video's wilt zien die we hebben gemaakt, klik dan op een van de schermen of bekijk het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.